wie ben jij precies en wat doe jij allemaal voor de ZB? Ik ben Marijn de Valk en ik ben zelfstandig boekrestaurator. We werken in de Latijnse school hier in Middelburg. Ik werk voor Nederland en Vlaanderen over het algemeen. En voor de ZB nu een grote klus, gesponsord door de Stichting Boek en Wurm. Ja, en de grote klus is dan? 130 boeken. Ja, dat is best, dat klinkt best veel. En hoe lang ben jij daar ongeveer mee bezig met zo'n project? Oh, dan moet ik even terugrekenen. 2 maanden ongeveer. Oh, dat valt me nog mee. Ja, maar het is een concept boeken EHBO, dus het is eigenlijk geen complete restauratie per boek, maar 1 uur per boek ongeveer. En wat kan je in 1 uur doen om een boek weer mooi op de plank te krijgen? Dus het wordt droog gereinigd, scheurtjes worden gerepareerd, schadelijke dingen gaan eruit, zuurpapier. Ik ben dus Marinus Bierens en ik ben conservator bijzondere collecties op ZB. Bijzondere collecties, dat is dus alles wat niet gewoon in de uitleen is. Ik beheer deze collecties, ik zorg dat ze toegankelijk zijn voor het publiek. Ik kijk ook, ik let ook op de staat van de boeken, of ze kapot zijn of dat er iets mee is. En als ik heb daar geen standaard budget voor, maar wanneer ik geld van een gericht geld heb, een budget heb, dan kan ik naar Marijn stappen en vragen of zij de gelegenheid heeft om die bewuste partij te, ofwel te restaureren of via EHBO, in ieder geval EHBO, voorlopig, ja. Een beetje netjes te maken. Die gaat in terug meteen dan. Dat zijn fragmenten, bandjes waar nog lintjes aankomen. Maar die wou je toch al terug. Maar die kan je eventueel ook zo laten staan. Tot ik ze weer op kan halen, want ik heb er een lijst van gemaakt. Oh, oké. Dat is in feite niet, ja, dat is goed. Niet zo interessant. Vernuft en Vlijt, een map met tekeningen van de tekenacademie. Ook de tekeningen zijn geconserveerd. Schoongemaakt. Ja, dat is dankzij corona. Ik heb zoveel tijd gehad. Boeken kocht je niet zoals tegenwoordig met gebonden uitgaven of een paperback uitgaven. Wat je kocht was alleen dit. Dit gedeelte. Dus het boekblok. Kocht je bij de boekhandel en dan ging je met dit boekblok ging je naar de buurman en dat was dan een boekbinder en daar koos je uit wat voor band je wilde hebben. Ja. Zijn deze werken, zijn dat nou ook waardevolle boeken of valt dat mee? De waarde neemt steeds toe en de waarde zit op zich niet zozeer in het boek zelf, dus in de inhoud, de waarde zit en in de band en ook in het feit, heel simpel, in de opdracht. Hier in dit boek zie je dus een handgeschreven opdracht voor de winnaar van deze prijs. Dat is Adriaan van Solingen. Dat is een bekende Zeeuw geworden. De waarde van het boek verdubbelt of verdrievoudigt met het feit of die opdracht erin zit. Maar wat ik me nou altijd afvraag, als je nou een origineel boek hebt en het is beschadigd en op het moment dat jij het gaat bewerken, dan is het eigenlijk niet meer het origineel. En zitten daar nog een soort regels aan dat wanneer is een oude druk nog steeds authentiek? Of is dat een... Hele goede vraag. Ja. Maar ja, daarom dat restauratoren zich eigenlijk niet graag meer restauratoren noemen, want de restauratie probeert misschien het boek weer terug te brengen in de originele staat en ga je misschien ook dingen toevoegen, waardoor ja, alles wat ik doe in feite maakt het minder origineel, hè? Dat bedoel je. Ja. Dus conserveren is het nieuwe woord eigenlijk. Dus je probeert te behouden dat wat er is, zo weinig mogelijk toe te voegen. Maar als er iets uit de band ligt, ja, bijvoorbeeld, ik weet niet of dit nu een goed voorbeeld is, maar er waren boeken waar dat hier slijt het natuurlijk gemakkelijk. Ja, als dit afgebroken is, ja, dan en je raadpleegt het, dan gaat het boek nog sneller kapot natuurlijk. Dus dat moet wel gerepareerd worden. Ja, ja. Verantwoorde materialen. Kijk, hier bijvoorbeeld lag het kapje los. Dit boek wordt zo uit de kast getrokken. Dus dit was helemaal uitgescheurd. Dan zit hier een nieuwe, ja, ik noem dat een drierug, zit erin. Waardoor dat de rug weer vast zit aan de band. En dan wordt het leer weer vastgezet. De opdrachtgever vindt het belangrijk dat het handelbaar moet zijn. En dat het niet uit elkaar valt zodra iemand het vastpakt. Ja, ja. We zijn wel een openbare bibliotheek, dus het is allemaal materiaal wat geraadpleegd mag worden. Maar dan moet het ook geraadpleegd kunnen worden. Wat je vraag illustreert, dit was weg.
En dat is dan niet op restauratiemanier, maar wat ik dan noem EHBO-manier aangevuld. Dus er zit eerst een constructieve versteviging onder, dan een stukje karton en dan komt er Japans papier in de goede kleur overheen. Dus ja, je ziet wel dat er iets is toegevoegd, maar als het boek zo op de plank staat. Maar je had het niet opgelet, het is dat je er nu op wijst. Ja, ja. Ja. Nou, helder, helder. Kom je daar dan ook wel eens echt spontane dingen tegen dat je denkt van, nou, wat staat daar nou weer in? Dat je daar dan bijvoorbeeld mee naar Marines gaat, heb je dat al gezien en moeten we daar wat mee of gebeurt dat niet zo vaak? Nou ja, dat is dan weer voor je volgende filmpje, maar ik vond een boek over trappen en Jan is nu mee bezig met de trap in de Latijnse school. Maar dat boek is dus ook uitgereikt bij ons in Latijn. Nou goed, superleuk. Maar dit is een prijsband dus? Dat is een prijsband van de Tekenacademie. Die zat in het gebouw van het museum Medioburgense. Dat was net naast de Latijnse school. Dat is er niet meer. Maar dat gaat over een trap? Maar het gaat over trappen. Kijk, en deze trap. Ja, hij is natuurlijk niet voor ons naar dit voorbeeld gemaakt. Maar het is exact de tekening. Nee, maar jullie zijn dus bezig met de trap in de Latijnse school. En dit boek is uitgereikt in een gebouw naast de Latijnse school. Ja. In welk jaar? 1827. Nou, dat is toch fantastisch dat je dan eigenlijk... De dirigerende leden der Tekenacademie binnen de stad Middelburg hebben na voorafgaande beoordeling enzovoort de prijs uitgereikt. Dat is fantastisch. Op die trap komen we nog terug op het moment dat ik bij jullie op bezoek kom. Dat vind ik heel leuk.